Welkom bij Signac Delfshaven. We gaan met speeltuin Confetti naar de Bokkensprong en spreken daar met meester Paul over duurzaamheid. Danielle, voor Signac Delfshaven. En we zijn hier op de Bokkensprong. Hallo! Kom dan! Ja, dan kan je niet bij, hè? Snottebel. Hallo, en wie bent u? Ik ben Paul, meester Paul. Oké, er zijn nieuwe dingen in het kinderboerderij. Wat dan? Je bedoelt de regentonnen die wij hier hebben. Ja. En die regentonnen die zijn om het regenwater op te vangen. En dat water gebruiken wij dan om de bloemen en de planten die hier groeien water te geven. Oké, waar is dat goed voor? Normaal gebruiken wij gewoon water wat uit de kraan komt. En met dat water wat uit de kraan komt kun je ook andere dingen doen. Daar kun je thee van zetten of daar kun je mee in bad. En we vinden het een beetje zonde als we gewoon goed drinkwater gebruiken voor de bomen en de planten. Want de bomen en de planten vinden het helemaal niet erg om regenwater te krijgen. Dus doordat wij de regen opvangen in de tonnen, gebruiken wij dat water om de bloemen en planten water te geven. En weet jij hoeveel wij daardoor besparen? Wel veel. Heel erg veel. 12.000 liter per jaar. Schoon drinkwater. En dat zijn ongeveer 60 badkuipen vol. Nee, de dieren krijgen daar niet van te drinken. Dat mag niet. Want in die regenton dan kan het water wel heel lang stil blijven staan. En dan kunnen er allemaal bacteriën en kleine beestjes waar ze ziek van worden, kunnen daar dan in groeien. En dan worden ze er ziek van als we dat aan de dieren geven. Dus daarom geven we dat niet. Hebben jullie hier nog meer milieumatige dingen? Wij hebben hier nog meer dingen. En dat noem je met een mooi woord, noem je dat duurzaamheid. Wij zijn duurzaam bezig. Dat betekent dat we proberen energie en water te besparen. En een van die dingen die we daarvoor hebben, dat zijn de zonnepanelen. En die zijn daar op het dak. Dus de zon, die geeft ons energie. En daar kunnen we op een dag ongeveer 5 computers mee laten werken. En dat is dan allemaal gratis energie, wat we dan normaal uit het stopcontact halen. Kijk, hier in het dak, en hier kun je het beter zien. Hier hebben we een gat in het dak gemaakt en door dat gat hebben we een buis gedaan. En die buis, dat is eigenlijk een soort spiegel. En die zorgt ervoor dat het daglicht van buiten hier naar binnen komt. Want je ziet dat die lampen die hier hangen, die hoeven hier nu niet te branden. Maar toch kunnen we genoeg zien hier. En dat hebben we niet overal gedaan. Daar kon het bijvoorbeeld niet, want dan zitten er andere dingen boven het dak. Want je moet helemaal door het dak heen, dus ook door de zolder. En dat was een beetje lastig om daar te doen. Maar hier hebben we het wel gedaan.
En het licht, als het nou te donker is, dan gaat het licht toch automatisch aan. Hè. Er zit een soort sensor in en die kijkt dan van nou, hoeveel daglicht is er nu? Is dat genoeg? Oh, dan hoef ik de lampen niet aan te doen. Maar als het te weinig is, dan gaan de lampen automatisch aan. En wat we nog meer hebben, dat zijn bewegingssensoren. Die zitten in de wc. Dus als je naar de wc gaat, dan hoef je niks te doen. Je hoeft geen knopje in te drukken. Je zwaait even en dan gaat de lamp aan. En als je weer weggaat, dan gaat die automatisch weer uit. Dat is ook handig, want er zijn wel eens kinderen die het licht vergeten uit te doen. Ja. En, ja, en dan brandt de lamp zonder dat er iemand op de wc zit. En dat is een beetje zonde. Kijk, hier hebben wij het groene dak. En groene daken die vangen het regenwater op. En die zorgen dat het riool minder belast wordt. En in het riool daar komen alle wc, de poep en de plas, die komt daarin. En als het nou heel hard regent, dan wil het wel eens zo zijn dat het riool overstroomt. Dan komt er in één keer veel te veel water naar binnen. En als iedereen groene daken heeft, dan wordt dat minder. Want die plantjes die erop groeien en de grond hier, die houden dan heel veel water vast. En dat water zou dan in één keer het riool instromen. En door het groene dak gebeurt dat dus niet. Gaat het veel langzamer het riool in. En ze isoleren heel erg goed. Dus dat betekent dat het in de winter warmer is. En in de zomer is het in je huis koeler. Dat is ook heel handig. En wat ze ook doen, is dat ze geluid dempen. Dus je hebt een beetje een minder last van geluid in je hoofd. In je huis. En groene daken gaan langer mee dan gewone daken. Want je hoeft er eigenlijk niet zoveel voor te doen. Die plantjes die blijven wel groeien. En het regenwater, ja, dat komt gratis uit de lucht vallen. Dus dat zijn de voordelen van groene daken. En als je even wacht, dan kun je hier het voordeel zien. Want hier hebben we een gewoon dak en hier hebben we een groen dak. En straks gaat die spuiten. En dan zie je dat het gewone dak, dat het water gelijk wegloopt. Maar bij het groene dak gebeurt dat niet. Alsjeblieft. Ik vond het leuk dat je mij geeft. Ja, ik ook. En dit was het dan voor Sinia Glashaven. Wat is er? De buurt bestuurt nu ook in de Essenburgbuurt. Startbijeenkomst van Buurt Bestuurd. Een nieuw project waar een collega van mij straks tekst en uitleg over zal geven. Als het goed is, heeft u bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer en misschien wel e-mailadres laten noteren op een presentielijst. Na afloop van deze avond zou u kunnen besluiten om u op te geven voor een buurtcomité, want uiteindelijk zijn er mensen die aan ons, de politie en stadsvoorzicht, gaan aangeven van wat gaan jullie doen op verzoek van de bewoners. Dus het is heel moeilijk om in de toekomst met 30, 40 mensen tegelijk om de tafel te gaan zitten, maar uiteindelijk zou het mooi zijn als deze avond een buurtcomité van plusminus 10 wijkbewoners oplevert. Oké, dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega buurtagent Hans Hoefman en hij is onder andere de bedenker van het project Buurtbestuurd. Hans, ga je doen. Nou, de bedoeling is dat we dat buurtcomité dat al eerste keer bij elkaar komt en dus die prioriteiten dan gaat vaststellen. En dat we in dat buurtcomité vervolgens ergens halverwege die twee maanden nog een keer bij elkaar komt om te kijken of hoe gaat het met de communicatie onder elkaar en of moeten we nog iets bijstellen.
Goed, nogmaals hartelijk dank voor uw komst. Ik denk dat ik het qua opkomst wel gewonnen heb van mijn collega's. Zeg ik dat goed, Fons? Het was een kleine competitie met onder de buurtrenten wie de grootste opkomst onder bewoners kon bewerkstelligen. Mocht u wat voelen voor het idee om zitting te nemen in zo'n buurtcomité, als het goed is staan uw naam en telefoonnummer en adres al op de intekenlijst. Hoeveel mensen hebben al ja gezegd? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 mensen. Er zijn er nog 5 bij. 10. Kun je vertellen waarom je lid bent geworden van dit comité? Ja, een beetje voor de beweging, voor de activiteiten in de buurt en zo. Dat een klein beetje. We wilden graag de jongeren beweging hebben. Dus wij willen graag ons initiatief inzetten om het te doen. We doen het graag woud voor onze buurt. We zijn het dagelijks te vinden en alles. Ja. Wat zou je willen veranderen? Wat kan de gemeente doen? Ja, veel meer leuke toestellen plaatsen voor ons. Om te lekker voetballen en zo. Ja. Ook een paar kleine voetbalveldjes is geen kwaad. Wat hopen jullie met het team te bereiken? Ja, ik verwacht heel veel van deze bedrijven. Een hele goede naam voor onze buurt. We willen graag een veilige buurt hebben hier. Dat zeker heel graag. De SM-buurt gebeurt vooral voor wat ze organiseren. We willen echt een veilige buurt hebben. Ja. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan. U bent niet bang zo te zien. En nu Wat Praat. Wat Praat over blije Nederlanders. Bestaan die? Wat Praat. Oké, dit is oké. Wat? Nee, corrigeer ze nee. Wat? Wat? Zeg taki. Zang. Wat Praat wat? Als ik het goed heb. Zang. Wat? Wat Praat. Wat? Dit staat vandaag in de krant. Nederland wordt blijer. Wat vindt u daarvan? Merkt u daar iets van? Nou, de zon schijnt, dan is het leuk. Ja? Voor de rest merk ik er weinig van, hoor. Zo in het algemeen dat Nederlanders positiever worden of zo, qua instelling? Als je kijkt tot die oudjes weer die bij mensen inwonen, gekoord worden dadelijk met de AOW, dat vind ik schandalig. Word je niet blij van? Kijk, Nederland wordt blijer. Ja. Ik zie het, live, hier, op tv, een blije man. Ik ben vanzelf wel vrolijk, maar van het portemonnee niet. Ik moet toch weer rekening betalen. Want ik centen moet toch ergens vandaan komen natuurlijk. Hè. Ja, soms schijnt, ja, mensen blij, mooi weer, dan iedereen is blij geworden. Ja. Ja. Jij ook? Ja, ik ook. Waarom bent u blij? Ja, als ik 's morgens wakker word en ik sta op en alles doet het nog, dan ben ik al blij. Ja? Ja. Nou, dat blijkt dus uit recent onderzoek dat Nederlanders optimistischer worden. Merk je daar wat van? Nee, nog niet. Nee? Nee. Ik denk niet dat ze die enquête dan in deze buurt hebben gehouden. Ik denk dat ze in Apeldoorn misschien zijn geweest. Een beetje het noorden van het land. Maar ik denk dat ze daar pols over hebben genomen, denk ik hoor. Nederland wordt blijder. Met wat? Gewoon, kan je er wat van merken? Nee, ik merk niks op de markt hoor. Voor jezelf? Ik zie de beeldstellen als zogrijnige mensen op de markt. Ja? Ja joh. Dus jij kan niet merken in je omgeving dat mensen optimistischer worden? Nee, weinig. Nee, maar ik ben altijd blij, dus ik ben gelukkig onafhankelijk, dus dat is het allermooiste. Hoe zit het met uzelf? Wordt u zelf blijer met de jaren of niet? Nee. Nee, met al die bezuinigingen, wie zou daar blij van worden? Dat is waar. Er is toch niemand die blij wordt? Ze zeggen wel dat ze blij zijn, maar ik voel het niet dat ze blij zijn hoor. De somberste stad, ja. Ik zou het niet weten, maar als je in een dorpje achter in Groningen woont met 500 inwoners en je moet 10 kilometer fietsen om een boodschapje te doen, dan word je niet vrolijk denk ik maar. Denk ik heb hier gereden om somber te zijn. Dus, Ja, ik vind als Nederland wel blijer, dan ik word ook blijer. Ja, merk je er zelf wat van? Ja. Waarvan ik ben blij word? Ik moet steeds nog meer harder werken. Dus jij bent niet blijer? Ik ben niet blijer. Kijk, ik sta stil. Verkoop niks. Dus, facit, meneer is niet blij? Nee, inderdaad niet. Wat praat, oké, dit is oké. Wat? Nee, corrigeer ze nee. Wat? Wat? Zeg taki. Zang. Wat praat wat? Als ik het goed heb. Zang. Wat? Wat praat? Wat? We zijn bij een operagezelschap in Post-West.
Mijn naam is Ingrid Treesman en ik ben lid van Operette Cor Irene. En wij staan hier omdat wij vanavond een open repetitieavond hebben om heel veel leden te kunnen werven voor onze vereniging. Onze vereniging wordt een beetje klein, dus we zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, zowel mannen als vrouwen. Voor onze nieuwe productie in 2012. In 2012 gaan we de operette Gräfin Maritza doen van Emmerich Kallemann. Dus vandaar dat we vanavond een open repetitieavond hebben. Ik ben Inge Verstraten, ik ben secretaresse van Operette Cor Irene en ik ben sinds 1969 lid van deze vereniging. En ik ben tot nog toe de jongste die dus lid geworden is van deze vereniging. Hoeveel leden heeft het koor? Nu hebben we ongeveer 30 leden. 30? Ja. Dus dat is eigenlijk is het een beetje weinig. We kunnen altijd leden gebruiken, zeg maar. Ja. En wat voor stemmen heeft u dan nodig? In principe maakt niet zoveel uit. We zitten natuurlijk wel met smart te wachten op mannenstemmen. Maar ook bij de alten kunnen we echt heel veel goede stemmen gebruiken. Sopranen die zijn wel goed vertegenwoordigd. Dus ja, kijken wat het vanavond gaat worden. Nou, volleerd zanger zijn of kunnen amateurs ook bij u terecht? Nee, wij zijn echt allemaal amateurs en hoeven niet geen zangervaring te hebben. Het is wel zaak gewoon een beetje gezellig kunnen zingen. En een beetje zangervaring leer je ook gewoon door de wekelijke repetitie bij te wonen. We doen altijd vooraf stemoefeningen en een beetje ademhalingsoefeningen, zodat we altijd goed beslagen ten ijs de repetitie ingaan. We repeteren hier in Post-West ongeveer een jaartje, nog niet zo heel erg lang. En dat bevalt ons eigenlijk prima. En hoe vaak komt u bij elkaar? Elke dinsdagavond van 8 uur tot 10:30 duurt de repetitie. Meestal tussen 7:30 komen ze binnenstromen. En na afloop hebben we altijd nog een drankje aan de bar. Zo'n jonge man in een gezelschap als dit? Op een gegeven moment verving ik iemand en kennelijk beviel ik. Dus toen ben ik blijven hangen. En is dit het? Sorry. Ja, nee, dus dat was eigenlijk wat ik wil zeggen. En is dit het enige operette gezelschap wat je begeleidt op de piano? Ja, dat is het enige operette gezelschap. Ja. Maar, je bent beroepspianist of? Ik ben opgeleid als organist. Dus dat is een beetje een andere tak, maar ik doe dit zo voor mijn plezier. Ja. En is het moeilijk zo'n amateurgezelschap begeleiden op de piano? Nou, het is niet moeilijk. Ze moeten alleen af en toe de juiste noten zingen, dat is het enige.
Maar nee, het is niet moeilijk, het is leuk. Het zijn allemaal spontane mensen, dus het is een leuke, warme club. Check elke maandag om 6:30 en 10:30 bij Siniak Dalshaven. We hebben de paden verkend bij de Speeldenes in het Roel Langerak Park. Het was lentefeest. Je hebt een hele mooie dag uitgekozen voor dit lentefeest op de Speeldenes. Wat is nou eigenlijk de Speeldenes? De Speeldenes is een natuurspeeltuin in Rotterdam, zeg maar, die als doelstelling heeft om kinderen in de stad eigenlijk in aanraking te laten komen met natuur. En zeg maar op een heel speelse manier. In the city made of stone, I hear the sirens moan. Dan hebben jullie vandaag een lentefeest. Ja. Wat maakt het lentefeest speciaal? Belangrijk als het om de natuur gaat, dan hoort er eigenlijk ook bij dat je een beetje weet wat hoe de jaar in elkaar zit. Hè? Wat het voor cycli zijn, hè? Dat planten weer beginnen te groeien, dat er in de lente een hoop nieuwe plantjes uit de grond komen. En dat gaat eigenlijk vandaag ook een beetje daarover om dat ook weer te vieren met z'n allen. Dus Pasen staat voor de deur, dus je gaat eitjes verven, je gaat kruidenthee van vers gegroeide planten maken. Meer omdat kinderen een aanleiding hebben om hier te komen en zeg maar dan op een heel speelse manier in aanraking te komen met alles wat hier is. Hè. En dat je ook, zeg maar, je merkt dan als je dan bij het vuur staat waar je heet water voor de thee hebt, dat kinderen het vuur heel erg spannend vinden. Zeg maar met klei, zeg maar, kleine nestjes maken voor die paaseieren bijvoorbeeld, omdat je met je handen bezig bent en met water en dit soort dingen. Mm-hmm. En dat vinden ze heel erg leuk. Dus de kinderen waren heel enthousiast en drinken zelf kruidenthee, wat ze thuis eigenlijk niet doen. En het is leuk om te zien hoeveel plezier ze hebben. En daaromheen gaan ze gewoon rondrennen, spelen. Ja, zo. Heel goed. En hoi. Hoi naar achter. Hoi naar achter. Ja, nou beginnen ze. Goed zo. Bestaat er nou iets anders zoals de Speeldenes in Nederland? Gelukkig bestaan er steeds meer van dit soort plekken. Zeg maar, de Speeldenes is eigenlijk een van de eerste plekken. Die is 2002-2003 opgericht. En inmiddels is het zo dat er overal in het land initiatieven zijn voor dit soort plekken, in de stad ook. En wat wij alleen maar toejuichen, want het is gewoon een heel fijne manier voor kinderen om buiten te spelen. Veel ouders hebben dat zelf nog meegemaakt vroeger, maar je merkt toch dat nu, vooral in de steden, dat het heel lastig is voor kinderen om nog plekjes te vinden waar je dit gewoon kunt doen. Want zeg maar, alles wat je hebt aan parken, dan heb je gras waar je niet op mag, en je mag niet in die bomen klimmen, je mag niet in het water zitten. Je mag niet aan die kant komen, je hebt heel veel auto's die overal zijn. Nee, en dan is het fijn als je ergens in een stad, zeg maar, een plek hebt waar het wel kan. Ja, wat vindt u van de Speeldenes in het algemeen? Ontzettend leuk. Dit is de tweede keer dat wij er zijn. En het is gewoon heerlijk dat er een veilige plek is waar kinderen gewoon lekker in de natuur kunnen spelen, vies kunnen worden. En dat de natuur gewoon eigen wordt voor kinderen. Wat vond je van de Speeldenes? We vonden het heel leuk. En je valt heel snel in de modder. Ja, en ik kan daar wel eens een beetje zwemmen.
En je wordt echt heel vies. En ja, je wordt echt heel vies. Nee, die blauwe was voor mij. Nee. Ja, dat voor mij gemaakt. Kan je er overheen lopen? Nog kapot. Kan je er helemaal overheen lopen? En het is nu kapot. Oh, nou. Die is zo erg, we gaan hem thuis voor opeten. Maar een van de activiteiten is een heel groot nest bouwen hier achter ons. Ja. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Nee, het gaat natuurlijk ook daarom, hè, wat je met natuurlijke materialen allemaal kunt doen. En eentje is dan natuurlijk ook met takken iets maken, zeg maar. Zoals losse spulmaterialen zijn over het algemeen heel, heel fijn voor kinderen, omdat ze zelf ook, zeg maar, met een beetje aanleiding zelf iets kunnen maken. Dus je doet iets en je ziet wat er ook gebeurt. Dus je bouwt iets, je creëert iets. En dat is voor kinderen heel erg leuk om te doen. Ze leren daar heel veel van. Als ik aan Delfshaven denk, dan zou ik het allerliefste toch weer even klein zijn. Als ik aan Delfshaven denk, dan zie ik de Albrechtskolk en het Piet Heinsplein. En nu nog even dit. Afspraak met mijn vriendin, met Vera, waarmee ik danste. En ja, ze zei, kom even wat drinken, dus ik ben even langsgekomen. Ben ik even wat met Vera komen drinken. Ik heet Mohamed Koert. Ik ben nu een ondernemer op het Matenesseplein. En ik ben begonnen op de Vierambachtstraat met een kleiner zaakje. En hier ben ik nu vanaf begin december actief. Want jij bent hier de enige kroeg aan het Matenesserplein? Dat klopt. En ik kan hier ook wel wat hapjes en zo eten en zo. Maar zoals bij de overkant bij de buren, daar schenken ze geen alcohol in. Nou, dat doen wij wel. Je kan hier ook gewoon een kopje koffie, thee komen drinken. Gewoon fris. Je kan een potje poelen. Je kan een boek lezen. Bijvoorbeeld laatst hadden wij hier een safari-wijk organisatie. Nou, er zijn ook hier heel veel mensen van de buren van de omgeving gekomen die een borreltje kwamen drinken met hapjes erbij en zo. En nou, dat was gewoon gezellig. En nu komt u hier vaker? Nou, af en toe ben ik hier zo. Want ik woon vlak in de buurt, dus ik ben af en toe hier zo om wat te drinken en het gezellig te maken. En dat mijn vriendin me heeft gebeld, daar ben ik gekomen. Ik vind het hartstikke leuk. Dat, mooie tent, gezellige mensen, dus het is een warme tent. Is goed. Dit wat ik hier zie is een Marokkaanse of een Turkse zaak of Marokkaans. Maar ze zijn gezellige jonge mannen en ik voel me veilig hier binnen bij hun. Dus van iedereen is van harte welkom. Want ze zijn gezellige mensen en je zit hier lekker warm. Niemand die je lastig valt en jij valt ook niemand lastig, want we drinken gezellig onze biertje en proost. Ja, Vera. Hartelijk dank voor het kijken naar Signac Delfshaven en graag tot de volgende keer. Volg ons ook op YouTube, Facebook en Twitter.